is het oude oudste deel van de boot. Het komt straks zo naar elkaar. Ik zie er een nieuw verhaal tussen te zetten. Dit is nu nog even verbouwd om het juiste model te houden. Dit komt er straks nu op die hoefplaat te zitten, maar dat ligt er nu even af. Want dan loopt er een klein stukje achteruit. Die kan nog. Even die kant. Maar dit is dan eigenlijk de hoefbalk van wat er nu van over is. Dit is dus in ieder geval drie kwart heel oud. Je ziet het, het is een beetje ondermaag en een beetje rottig allemaal. Alleen we bewaren hem nog even. Want we willen namelijk wel dat hij in model blijft. Want hij moet dus helemaal nagemaakt worden. Dus Kees is nu onderweg naar een houtwerkplaat. En die gaan dan dus deze boegbalk helemaal aanmaken. Nou, dat is maar een stuk. Dat is dus bij elkaar 12 meter. En de eerste 6 meter die wordt dus gemaakt. Dus een dure grap, dat houdt dus niet te betalen mee. Dat is ook bijzonder aan deze boot. Het is een stalen boot. Met hout eroverheen. Dus je hebt eigenlijk al het dure en vergankelijke materiaal bij elkaar. Dat het hout en het metaal en dan nog weer de klinknagels ertussen. Dat kan allemaal weer chemische reactie geven. Dus zoals straks wel een kwestie zijn we goede verf, goede materialen. En uiteindelijk zal het een hele snelle boot worden. We gaan op de dek kijken. Kijk, dan sta ik dus beneden deks. En Robin, Karelman, die staat op de deks. Dit is vreemd in die luiken waar dat een bakje op moet komen. Maar dus uiteindelijk gewoon helemaal in een grapje af naar beneden kan. Dus ik sta even in één dek lager. Die is het maar komen de langste plein. De kooien. Die stond er nog. Voor mij komt hij er niet meer in. Maar ze kijkt hij gewoon wel. Dus daar moeten we nog even over discussiëren. Want oorspronkelijk stond er in het schip dus ook geen motor. Ga je voorstellen, het schip is 82 voet. Dat is 25 meter, zeg maar. Maar dat is een motor. Ja, het is best wel groot, hè. Kijk, zo moet die worden. Die naam is een M-class cutter. Dus hij lijkt een beetje op die bekende boten, de Velshira, de Endeavour en de Shamrock. Hij is alleen een paar stukjes korter, want de Velshira is 134 voet en deze is 82 voet. Maar als je dan kijkt, dan zie je dat het een mooie landkiemer is. Doorgetuigd. En we gaan straks even iets kijken naar de twee enorme spierbogen die er nog bij liggen. Maar hier zie je ook rechts een teken. Dit is 82 voet lang, een meter of 6,5 breed. Dit zijn gewoon wat gevels. Dit is een beetje de voorsnee. Er zitten hier weer allemaal die ribberen net tussen gestaan en weer 25 vol lood. Daar stond die motor waarvan ik vind dat die er niet meer in moet komen. En hier staat die mast door het dek heen helemaal op de bodem. We hebben het net in mijn stuk gezien. En daar is de roerstal. Dat lijkt wel een beetje de kijkersvraag van deze week, want niemand weet namelijk hoe de originele roerstoom van een M-class cutter eruit zag. Wat voor soort roerrad erop zat, of hoe die stoom erop zat, maar wat er nu op zat, dat was een soort raar grove ding wat er niet hoort. Dus dat hebben we onmiddellijk afgesloten. Maar wat er nou wel op hoort, we hebben geen idee. Dus kijk het op onze website. Stuur ons een e-mailtje als je denkt te weten wat er voor roerstoom op moet komen. Nou, dit zijn de wandputtings, zeg maar de bevestigingsmateriaal van de staken. Er zijn 6 wandputtings waarmee de mast van 32 meter overeind gehouden wordt. Er zitten de staalkabelstukken aan, die gaan dan zeg maar die kant op. Hier zitten 24 bouten per wandputting. Dus dat is in totaal zit hier met 144 bouten aan de roompast. Dus je kunt je voorstellen wat voor krachten daarop komen. Nou, die staken die liggen nu in de container, maar die zijn ongeveer zo dik. Zeg maar ongeveer 1,5 duim dik. Dat is een stevige jongen. De tijd dringt voor dit unieke schip. Binnenkort moet zijn verhuis klaar zijn, want het Wilton Feyenoorddok wordt bouwgrond. Alle materialen, zoals containers, tuigage, bouwtenten en gereedschap, zullen in één grootscheepsactie vervoerd moeten worden. Alles zal uit de docks gehezen moeten worden en vervoerd naar de nieuwe locatie in het centrum van Rotterdam. Nou, de zienbaan die ligt dus nog op de bodem onder de zee. 7 meter onder de waterspiegel om precies te zijn van de Rotterdamse haven. De rest van het dorp wordt ondertussen volgestort met puin. En over een paar weken gaat de Simba-event naar het centrum van Rotterdam, naar de Delfts haven.
Maar voor het zover is, moet er nog wel even wat water door de zee en nog wat glas door aan die boot. Als u suggesties heeft voor de Simba, of voor ons programma, kijk op onze website regattentuin.nl. Dit was de Regattentuin. Graag tot volgende week.